Dario, zou je in het kort kunnen vertellen hoe lang je nou bent uitgeschakeld en waardoor dat komt? Poeh, lang. Ik denk 16, 17 of 18 maanden. Ik had scheuren in mijn voetpees. Die werd pas laat ontdekt en daardoor ben ik geopereerd in Amsterdam en dat duurde heel lang. En daarna een liesbreuk die ook geopereerd is. Ja, en daarom ben ik in totaal zo lang nu eruit geweest. Hoe is dat om als voetballer zo lang niet te kunnen voetballen? Ja, dat is niet prettig. Als voetballer wil je altijd trainen en spelen. En als je dan door zulke dingen uitgeschakeld bent, dan is het mentaal ook niet makkelijk. Maar ik probeer altijd naar voren te kijken en fit te worden. En waar haal je dan de kracht vandaan om toch maar te blijven knokken voor een terugkeer? Ja, je hebt gewoon een doel. Je bent thuis bij je familie. Jij doet het voor jou. Ja, je moet het doen. Voetbal is jouw leven. Je hebt het hele leven gevoetbald. En dat is zeg maar een beetje de hoop dat je ooit weer misschien wedstrijden op het hoogste niveau kan spelen. Ja. Hoewel je niet veel hebt gespeeld de afgelopen tijd, heeft Heracles wel je contract verlengd, hè, met een optie voor nog een paar jaar. Daar spreekt wel veel vertrouwen uit. Ja, daar ben ik heel blij over. De club heeft vertrouwen naar mij uitgesproken. Vorig zomer was ik net geopereerd. En dat was echt niet duidelijk of ik ooit weer zou kunnen voetballen door die voetblessure. Maar de voorzitter en Nico Jan Hoekma hebben mij toch een nieuw contract aangeboden met een optie. En ze geven mij alle tijd om goed terug te komen en misschien nog mooie jaren bij Heracles te hebben. En hoe staat het momenteel voor met je? Ja, momenteel ben ik nu, dit is nu echt mijn eerste echte trainingsweek. Ik word veel getraind, goed getraind. En ik hoop dat ik goed door deze week kom en in de volgende weken goede stappen kan maken en wedstrijdritme kan opbouwen en om uiteindelijk een goed niveau weer te halen. Ja, je bent nu ook mee op het trainingskamp. Betekent dat je aan trainen het eerste elftal dichtbij begint te komen? Ja, ik denk als je nu meetraint met die jongens die fit zijn, dan zit er wel hoop in om over een paar weken misschien de concurrentiestrijd aan te gaan. Maar ik moet mij focussen om fit te blijven, fit te worden en dan komt denk ik alles vanzelf. Ben je nog even goed als voordat je geblesseerd raakte? Dat weet ik niet, maar ik hoop dat ik nog beter daaruit kom. Maar knaagt dat aan je? Is dat een twijfel die je hebt van, kan ik nog wel zo goed voetballen en na al die tijd? Ja, als je die tijd hebt meegemaakt de laatste 2-3 jaar, dan denk je daar niet over. Je bent, voor mij is het heel blij dat ik verder kan voetballen, ook met die voet. En daar denk ik gewoon niet aan. Ik probeer gewoon nu het beste eruit te halen. Hard te trainen en proberen die kwaliteiten die ik heb naar voren te brengen. Als je nou het afgelopen half jaar bijvoorbeeld naar Heracles keek, wat dacht je dan? Ja, het was geen makkelijk jaar. Het was een moeilijke start. Maar ik vind de groep heeft het heel goed daarna opgepakt. En wij staan nu op een plaats waar wij naar boven kunnen, maar waar wij ook naar beneden kunnen. Dus we moeten nu alert zijn, goed trainen, wat wij ook doen, vind ik. En gewoon goede wedstrijden spelen en punten halen. En, we moeten niet veel nadenken, gewoon goed werken en dan komt alles vanzelf. Ja, maar dacht je het afgelopen half jaar niet van, in sommige wedstrijden hadden ze mij toch wel goed kunnen gebruiken misschien? Ja, maar dat denkt iedereen als die geblesseerd is. Maar van buiten is het altijd makkelijk te praten, maar in het veld is het anders. Die jongens doen het gewoon goed en ik moet op mezelf kijken en proberen het niveau te halen. En dan hoop ik dat ik ook mijn bijdrage kan leveren om goede resultaten te halen. Wat is persoonlijk voor jou het doel voor het tweede seizoen zelf? Persoonlijk is mijn doel om dit seizoen zelf misschien nog minuten te maken in de Eredivisie. En pijnvrij te worden, fit te blijven en dan misschien 2, 3, 4 jaar zonder blessure te kunnen spelen. Dat zou mooi zijn. Maar ik denk niet zoveel na. Ik doe gewoon van dag naar dag. Ik
geef mijn best en dan gaan we zien. Je kan het toch niet veranderen.